Het nieuwe jaar is begonnen. Voor veel mensen is het vandaag de eerste werkdag, ook voor mij. Maar ook de beurzen zijn sinds vandaag weer open. En dus is het weer tijd om ons te gaan richten op beleggen in 2021. In deze video hebben we een korte terugblik naar de rendementen van 2020 en de verwachting wat ik denk van 2021. Dus is het misschien wel het juiste moment om te beginnen? Wat zijn positieve of negatieve dingen waar we dit jaar op moeten gaan letten? En welke verschillende strategieën zijn er om ook in 2021 succesvol te zijn? Dat is de informatie die ik in deze video wil gaan bespreken. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van eenpassiefinkomen.nl. Ook weer in 2021 en wil je nou dit jaar niets missen? Ik ga elke week weer 3 video's maken. Zorg dan dat je geabonneerd bent op het kanaal door hier onder de video op abonneren te klikken. Gaan we nu beginnen met het eerste deel van deze video. En dat is eigenlijk een beetje terugblikken naar vorig jaar. En dan eigenlijk naar de rendementen van 2020. Want 2020 was een interessant jaar voor de beurs, voor de economie. We hebben een flinke dip gezien, of een flinke crisis eigenlijk gezien, maar ook zeker weer flink herstel. Dus laten we even een paar beurzen, indexen, ETF's gaan bekijken. Te beginnen met de AEX hier in Amsterdam. Die staat voor het hele jaar 2020 op een plus van 1,9%. Best wel prima, zeker gezien de crisis in begin maart of ergens eind maart. Kijken we naar de S&P 500, de 500 grootste bedrijven van Amerika, een plus van 15,3%. De Nasdaq, bijna 42% in de plus. VWRL, het grote fonds van Vanguard, wereldwijd gespreid eigenlijk, bijna 15%. Dit is dan wel rolling hier wat ze zeggen, oftewel van december 2019 tot december 2020. De laatste maand van 2020 zit er nog niet bij. En pakken we een andere populaire ETF waar afgelopen jaar heel veel geld naartoe is gegaan. Dat zijn die van ARK Invest. Hun grootste fonds, ARK K, heeft een rendement van 148% in 2020. En kort samengevat kun je dan wel zeggen dat het ver boven het gemiddelde van 7% per jaar zit. Natuurlijk, bij sommige ETF's is dat te verwachten. Die gaan daar juist voor, die gaan voor die innovatie. En eigenlijk iedereen, elke beurs deed het ook beter, ondanks dat het zo'n apart jaar was, beter dan die 7%, behalve de AEX. Daar kan je natuurlijk aan opmerken dat de AEX ook niet zoveel techfondsen heeft, dat die daarom misschien wel iets achterbleef. Terwijl natuurlijk de S&P 500 de 500 grootste bedrijven van Amerika heeft. Daar zitten de FANG-aandelen in. 25% van de marktwaarde of van de beurswaarde van die beurs zit in die 5 aandelen. Facebook, Apple, Amazon, Netflix en Google. Nou, dat is natuurlijk heel erg goed gegaan de laatste jaren of het laatste jaar. Kijken we naar de Nasdaq, dat is alleen maar techbedrijven. En tenslotte ook ARK Invest die richting de innovatie gaat. Ook daar natuurlijk heel veel goede bedrijven die juist tijdens deze crisis flink gegroeid zijn. En dat is denk ik ook wat we vooral mee moeten nemen, moeten onthouden van 2020. Cathie Wood zegt dat ook vaak zelf. Een crisis zorgt vaak voor flinke veranderingen. Veranderingen die al bezig zijn, worden juist dan aangejaagd. Nou, en in de afgelopen crisis is het zo, tech was al goed bezig, maar tech is veel belangrijker geworden. Blijft ook belangrijk de komende jaren. En tech is dus ook de grote profiteur eigenlijk geweest van 2020. Maar dan is het ook wel meteen belangrijk om te zeggen dat ondanks dat het zo'n interessant jaar was, waar we een crisis meemaakten en toch deze rendementen zien, dat dit niet is iets is wat je elk jaar moet verwachten, ook misschien komend jaar niet moet verwachten. Het is natuurlijk mogelijk, maar het is ook heel goed mogelijk dat we minder rendement krijgen, dat we zelfs in de min gaan, dat we geld erop toegeven. Dat is natuurlijk altijd met beleggen. Het ene jaar gaat het beter dan het andere jaar. En op de lange termijn is dat gemiddeld 7%. Kijken we naar VWRL, dat fonds van Vanguard, wat eigenlijk wereldwijd gespreid belegt. Dan zien we hier de resultaten sinds 2012. En dan hebben we eigenlijk altijd flinke winsten gezien. Behalve op 2 jaar na. En dan was het verlies nog maar maximaal 9%. Tegenover juist verschillende jaren, 3 jaren, dan meer dan 20%. En zoals ze dan altijd zeggen, rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Zeker als je op de korte termijn gaat kijken, dan is het best wel mogelijk dat jouw vermogen de komende paar maanden misschien wel halveert als we te maken krijgen met een crisis. We zagen dat gebeuren in maart rondom corona. Heel veel beurzen gingen 30-40% onderuit. Heel veel aandelen gingen ook flink onderuit, soms wel meer dan 50%, zoals bij Shell bijvoorbeeld. Dus hou daar gewoon rekening mee, zeker als je op de korte termijn richt, dat je ook in de min kunt uitkomen. En hoe langer je horizon is om te beleggen, hoe groter de kans is en de zekerheid is dat je in de plus uitkomt. Kijken dan naar een paar belangrijke gebeurtenissen van vorig jaar. Ook vorig jaar heb ik een video gemaakt zoals deze, waarin we juist vooruit gingen kijken, dat je een beetje kunt
kijken van wat verwachten we voor dat jaar. Nou, afgelopen jaar waren er een paar grote gebeurtenissen die ook best wel effect konden hebben of hebben op de beurs, op de economie. Denk bijvoorbeeld aan de Brexit, natuurlijk in Europa heel erg belangrijk. De presidentsverkiezingen in Amerika, want de president is voor een heel groot gedeelte verantwoordelijk voor wat er gebeurt met het land. En dus ook hoe bedrijven en consumenten daarop gaan reageren. En bij Amerika hadden we natuurlijk ook te maken met het handelsakkoord of de handelsoorlog met China. Voor dit jaar staan er niet echt zo'n grote gebeurtenissen op de planning, tenminste. Ik kon er zo geen bedenken. Al denk ik wel dat het handelsakkoord of de handelsoorlog met China zo zal blijven, ook onder Biden. Biden is wel iemand die misschien iets meer richting samenwerking gaat proberen te steunen. Gesteund door andere landen. Maar het is natuurlijk altijd nog een machtsstrijd eigenlijk tussen twee landen. Amerika dat nu nog het belangrijkste, machtigste land ter wereld is. Maar China is zo hard op weg om dat binnen 10 jaar in te halen. Dus daar is een hele strijd en er gaan heel veel belangen gaan daarbij. Dus ik denk niet dat het onder een nieuwe president in één keer afgelopen is. En mocht je nou misschien nog wel grote gebeurtenissen weten die dit jaar op de planning staan. Zoals bijvoorbeeld een handelsakkoord. Brexit, maar die is er dus al afgerond eigenlijk. Of presidentsverkiezingen die we niet hebben, maar in ieder geval iets van zo'n grootte. Laat dat dan vooral weten in de reacties onder deze video. Maar ondanks die rendementen van vorig jaar die gewoon heel erg positief waren en dat er, zoals ik zeg, ik niet zo'n grote gebeurtenissen weet die dit jaar gepland staan, zijn er toch een paar dingen waar we denk ik in 2021 op moeten gaan letten als we willen beginnen met beleggen of al met beleggen bezig zijn. En het eerste punt om op te letten zijn tech- en EV-bedrijven, heb ik al vaker gezegd. Die hebben het afgelopen jaar heel erg goed gedaan, maar juist daarom moeten we misschien wel op gaan letten. Soms was die stijging van de koers juist heel erg terecht. Als de winst of de omzet heel hard toeneemt, zoals bijvoorbeeld bij Apple of bij Amazon, dan is het best wel terecht dat een koers natuurlijk mee naar boven gaat. Maar denk bijvoorbeeld aan Tesla, ook daar ging de koers hard omhoog en op zich dat bedrijf heeft het nog redelijk goed gedaan. Maar je kunt je afvragen, is het eigenlijk de koers niet te hard gestegen? Want in het geval van Tesla is de koers met meer dan 700% toegenomen. Natuurlijk, we hebben gezien dat Tesla 500.000 auto's heeft geproduceerd en bijna 500.000 auto's ook heeft geleverd. Een hele prestatie en ook voor volgend jaar, als we gaan kijken naar wat ze nu per kwartaal kunnen produceren, lijkt het erop dat het best wel mogelijk is dat er meer dan 700.000 auto's in 2021 worden geproduceerd en geleverd. Maar ik denk dat heel veel bedrijven, en Tesla is daar een onderdeel van, maar denk ook aan NIO en al die andere EV bedrijven, of misschien wel andere bedrijven die überhaupt bezig zijn met de groene energietransitie, het kan ook Plug Power zijn of Alfen, echt al gewaardeerd worden op wat ze in de toekomst gaan leveren, terwijl ze eigenlijk nog niet op hetzelfde punt zijn als Tesla. Kijk, Tesla, als je eenmaal 500.000 auto's per jaar bouwt, dan heb je echt een punt bereikt. Dan ga je ook schaalvoordelen krijgen. Maar heel veel andere producenten die hebben nog niet zo'n grote productie, hebben nog die voordelen niet, terwijl ze wel al op die manier gewaardeerd worden, echt al gewaardeerd op wat mogelijk in de toekomst voor productie of winst te verwachten is. Dus denk zeker goed na als je al posities hebt in dit soort bedrijven, of misschien nog wel aandelen wilt kopen in deze bedrijven, over hoe jij de toekomst inschat en of de waardering op dit moment het juiste moment is om te kopen. Zelf zit ik namelijk ook te denken om bij meerdere van deze aandelen misschien wel mijn winst te gaan nemen, juist omdat het misschien wel te hard gegroeid is. En ik weet nog niet bij welke bedrijven dat is. Zoals ik eerder al zei, daar moet ik nog onderzoek naar doen. Maar het is zeker wel een optie waar ik de komende weken naar ga kijken. Een tweede punt om rekening mee te houden in 2021 is juist een verschuiving van vermogen die op kan gaan treden. Zo heb ik juist dus tech-aandelen, EV-aandelen besproken die juist heel erg populair waren afgelopen jaar. Dat heeft natuurlijk mee te maken dat er heel veel geld is bijgekomen. In Amerika is er meer dan 20% van de dollars die er zijn afgelopen jaar eigenlijk bijgeprint. Iedere Amerikaan kreeg of $600 of $2000, allemaal subsidies om mensen in ieder geval vermogen te blijven houden, inkomen te blijven houden. Terwijl heel veel Amerikanen ook nog gewoon hun inkomen uit hun werk hielden, dus eigenlijk extra geld. Ook in andere landen is misschien dat wel geweest. Mensen gaan niet op vakantie, houden geld over. En wat ga je dan doen? Zeker wanneer de beurs 30% onderuit gaat, dan ga je misschien wel profiteren van die dip. Dus er is heel veel geld richting aandelen gegaan. En dan zijn het vaak jonge beleggers. En dan welke aandelen zijn dan het interessant? Dan is dat niet winkels, vastgoed of olie. Maar dan zijn het juist die techbedrijven en die EV-bedrijven. Dus juist die sectoren hebben ook heel veel geld eigenlijk gekregen. En vandaar dus ook die waardestijging. Maar dat kan er juist ook voor zorgen dat we binnenkort dus een verschuiving te zien krijgen. Juist nu door iedereen langzaamaan gevaccineerd wordt. En misschien rond de zomervakantie wel een beetje teruggaan naar het normale. Dan wordt juist
het andere aandelen die eerst niet interessant waren, die worden nu dan juist interessant omdat ze misschien wel ondergewaardeerd zijn. En als we dat combineren met dat die andere sectoren juist wel overgewaardeerd zijn en mensen winst gaan nemen. Dus misschien verkoop je wel je aandelen Tesla, Plug Power, Alfen en koop je juist aandelen in Shell. Dan gaat het natuurlijk extra hard. Want dan wordt er winst genomen bij die populaire aandelen. En als dat gebeurt, gaan misschien wel meer mensen dat doen. En dat geld gaat juist naar die niet interessante, ondergewaardeerde aandelen. Dus er is best wel een grote kans, denk ik, dat er een verschuiving plaatsvindt van het vermogen, hoe dat verdeeld is in verschillende sectoren en verschillende bedrijven. En het derde punt waar we op moeten letten, heeft wederom te maken met tech. Omdat juist techbedrijven nu worden aangepakt. Want deze bedrijven zijn hard gegroeid en zullen ook nog wel hard groeien de komende tijd. En juist omdat het vaak online gericht is en dat steeds belangrijker wordt in de manier van werken. En die manier van werken zal ook blijven. Zal ook de winst en de omzet in de jaren die nog komen gaan toenemen. Heel erg hoog blijven. Maar dat is juist ook een belangrijk punt om op te letten. Behalve dat mensen als investeerders dan winst gaan nemen, zijn het nu juist ook overheden die gaan ingrijpen, omdat deze bedrijven juist te machtig worden. We hebben dat gezien bij Facebook in Amerika, waar de Amerikaanse overheid kijkt of het mogelijk is om Facebook op te splitsen. We zien dat hier in Europa, dat Frankrijk eigenlijk Google aanpakt. Ook al is het maar op een kleine manier. Dit is in ieder geval een begin. En nu zien we ook in China dat Alibaba wordt aangepakt. En Jack Ma persoonlijk eigenlijk wel een beetje. Omdat hij zich tegenspreekt tegen de overheid. Maar ook eigenlijk omdat het bedrijf te machtig wordt. Het gaat zich richten op betalingsverkeer en dat soort dingen. En als ze dat er nog bij gaan doen, dan is het gewoon een heel erg groot en machtig bedrijf. En dat wil de overheid niet. Ook niet in China. Dus we zien dat eigenlijk op alle fronten, op alle continenten, dit soort bedrijven worden aangepakt. Het is niet zo dat het in één keer in 2021 dan heel veel verandering gaat teweeg brengen. Nee, dat heeft natuurlijk nog heel lang nodig. En juist omdat deze bedrijven zo machtig zijn, kan er heel veel geld tegenaan worden gegooid. Tegen rechtszaken, advocaten, noem het maar op. Kan het misschien nog wel jaren duren. Maar ik denk zeker dat het begin wel is gemaakt. En ook dit is een reden dat sommige beleggers vast wel een gedeelte of hun hele positie willen gaan verkopen. Of in ieder geval, het speelt mee. We hebben eigenlijk al een paar manieren gezien of redenen gezien waarom je tech aandelen wilt verkopen. Dus dat kan allemaal meespelen. Maar misschien heb jij ook nog andere suggesties. Waarop moeten we juist gaan letten in 2021? Dus laat dat ook weer weten in de reacties onder deze video. Even kort tussendoor. Vind je dit een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog, zodat ik weet welke onderwerpen jullie leuk vinden. Maar het helpt ook het YouTube kanaal, want deze video wordt aan meer mensen aangeraden. En wil je zelf nog meer video's zien, maar ben je nog geen lid van het kanaal? Ik maak elke week 3 video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Dus klik onder deze video op abonneren om nooit meer iets te missen. Dan gaan we nu terug naar de video. Maar is 2021 dan het juiste jaar, het goede jaar om te beginnen met beleggen? Ja, dat denk ik zeker dat dat gewoon wederom het geval is. Ook al hebben we net een paar onderwerpen bekeken waar we op moeten gaan letten in 2021. Dat zijn eigenlijk onderwerpen voor de korte termijn. Terwijl we juist als beleggers ons willen richten op de lange termijn. En misschien begin je dan net wel met beleggen voordat er een crisis komt. Ten eerste weten we niet wanneer die komt. Dus we kunnen ook niet gaan voorspellen wanneer we moeten beginnen. Maar als die komt, dan is dat vervelend. Maar eigenlijk ook wel niet zo heel vervelend. Het is natuurlijk wel niet zo fijn om op die manier te beginnen. Maar aan de andere kant, je kunt er wel heel veel van leren. Terwijl je vermogen dat je belegd hebt nog maar heel klein is. Dus eigenlijk je qua echte waarde misschien niet zo heel veel verliest. Maar je kunt juist de kennis die je dan opdoet in die periode en de reactie, hoe je zelf omgaat met dit soort dingen, hoe je emotie dus is, daar kun je weer juist heel veel van leren wat je kunt toepassen op de volgende crisis. Want er gaat elke 10 jaar komt er gemiddeld wel een crisis. Dus als je voor de lange tijd belegt, heb je dat alvast weer geleerd. En misschien kun je dan juist wel gebruik gaan maken van dollar cost averaging. Doordat juist de koersen dalen, kun je met hetzelfde bedrag wat je inlegt meer kopen en dus profiteren van een crisis. Juist als je voor de lange termijn gaat. Dus ik denk dat dat al genoeg redenen zijn om ook gewoon in 2021, ook al weet je niet wat het gaat brengen en ook al weet je dat de laatste paar jaar heel erg goed waren, om toch gewoon te beginnen omdat je juist op de lange termijn wilt focussen. Maar het is dan wel belangrijk om te zorgen voor een goede spreiding. Dat is altijd zo heel erg belangrijk. Zeker als beginner zijnde en ook zeker als je een crisis verwacht. En er zijn ook een paar scenario's waar je in principe in kunt denken, waar je op je kunt voorbereiden voor dit soort situaties. Ten eerste voor de lange termijn. Het is denk ik het meest interessant om het grootste gedeelte van je belegde vermogen of je inleg voor de lange termijn te richten. Dus op indexfondsen of ETF's die je echt voor de lange termijn ook wilt houden. Het voordeel van deze ETF's vaak is brede spreiding, lage kosten en een toch wel goed gemiddeld rendement van zo'n 7% op de lange termijn. Nou lijkt 7% niet zo heel veel. Zeker als we die andere rendementen van vorig jaar bekeken.
Maar 7% zorgt er wel voor dat elke 10 jaar je geld verdubbelt. En leg jij 100 euro in de maand in, dan zorgt dat er wel voor dat je een vermogen opbouwt van bijna 123.000 euro na 30 jaar. En dat is dan met een inleg van uiteindelijk 36.000 euro. Maar stel jij begint op je 18e met eenmalig 1.000 euro en je doet maandelijks 100 euro tot aan je pensioen. Dan heb je het in één keer over een eindvermogen van 540.000 euro. Dus kleine bedragen en kleine percentages op de lange termijn hebben toch het effect dat je iets heel groots kunt bereiken. Nou kun je natuurlijk op de lange termijn beleggen door dat zelf te doen of dat te laten doen. Ook ik ben begonnen met laten beleggen. Ik deed dat zelf bij Bing Forward. Je kunt eigenlijk met Bing Forward je eigenlijk alles automatiseren. Dat maakt het heel erg makkelijk. Je hebt er niet veel kennis voor nodig, niet veel tijd. Je hoeft het eigenlijk maar één keer in te stellen. En door middel van een automatisch incasso wordt er iedere maand geld afgeschreven wat automatisch voor jou belegd wordt in de spreiding die jij zelf hebt aangegeven. Maar je kunt er ook voor kiezen om zelf te beleggen, om zelf juist die aandelen en ETF's te kopen. Ik doe dat via de Giro. Het kost je elke maand een klein beetje tijd. Het is niet heel moeilijk. Als je het eenmaal weet wat je wilt, dan is het met een paar minuten per maand te doen. En beide van deze brokers zal ik trouwens ook onder deze video linken. Dus mocht je je willen aanmelden bij Bing Forward of bij de Giro, maak dan gebruik van die links. Het kost jou niets extra's, maar het helpt wel het kanaal, dus dat zou ik erg waarderen. Je kunt je ook richten op de korte termijn. Misschien heb jij een bepaalde sector waar je in gelooft, een bepaald bedrijf, of wil je juist gewoon wat meer risico nemen. Dan zou je je kunnen richten op de korte termijn, maar doe dat dan met een kleiner gedeelte dan de helft van je vermogen, bijvoorbeeld 25% van het geld dat je elke maand inlegt. Dit kun je doen omdat je dan wel meer rendement verwacht, maar ook tegelijkertijd meer risico verwacht. Dus ja, je wilt niet het meeste geld in hoog risico doen, maar het is wel weer een manier om het vaak ook interessant te houden. Want als je voor de lange termijn gaat en zeker als je het laat beleggen of elke maand maar één aandeel of één ETF koopt, is het niet heel erg interessant. Misschien wel de beste manier, maar niet heel interessant. En juist door te richten op de korte termijn kun je het interessant houden. Je gaat dan weer zelf beleggen en zoals gezegd, ik doe dat via de Giro, maar tegenwoordig ook via eToro. Juist omdat het bij eToro wat meer interessant is op de korte termijn. Je betaalt wel geld als je geld inlegt of geld eruit haalt, maar niet wanneer je aan het handelen bent, dus niet bij verkopen, niet bij aankopen. En dat maakt het interessant om ook regelmatig op korte termijn aandelen te kopen en te verkopen. En omdat het eigenlijk een soort van backup is voor de Giro en juist ook verschillende aandelen kunt kopen die de Giro niet aanbiedt. Zoals bijvoorbeeld die ETF's van ARK Invest. Dat waren voor mij redenen om in ieder geval eToro naast de Giro te gaan gebruiken. Dus deze twee brokers gebruik ik voor de dingen voor de korte termijn, om het wat interessant te houden. Ik denk dat het ook voor heel veel mensen zelf, ik merk het gewoon aan mijn kijkers, dat die vaak ook wel actief willen handelen. Dus ik denk dat dat twee interessante brokers zijn om daar gebruik van te maken. En ook daarvan vind je links onder deze video terug. Gaan we dan naar het laatste gedeelte. En dat is echt hoog risico. En dat zijn misschien de dingen die je hoort in het nieuws of via je vrienden, waarvan je weet dat het heel veel risico heeft, maar misschien ook wel heel veel mogelijkheden, heel veel potentie om rendement te halen in de komende jaren. Denk bijvoorbeeld aan Tesla of EV aandelen op dit moment, of bijvoorbeeld Bitcoin. Als je hier namelijk in gelooft, ook al is het misschien op het hoogste punt ooit, kan het interessant zijn om toch een positie in te nemen, maar doe dat dan voor maximaal een paar procent van je vermogen. Verlies je dan uiteindelijk wat, dan is het niet zo erg, want het is maar een paar procent, dus dat valt wel te compenseren. Gaat het juist goed en maak je rendement, dan zijn het vaak grote rendementen, dus het is wel hoog risico, maar ook hoog rendement. Maar hoe dan ook, of je nou geld verliest of geld wint, je gaat er altijd iets van leren en die ervaring kun je meenemen voor je toekomstige beleggingen. En als we het dan over aandelen hebben, dan hebben we het dus over die tech aandelen, die EV aandelen zoals Alfen, Tesla, Plug Power. Nou, dat soort dingen, hoog gewaardeerd nu, maar misschien zie jij iets, geloof je er erg in en wil je een risico, wil je een gokje wagen misschien wel, moet je bijna zeggen bij dit soort aandelen. In ieder geval op dit moment, bij deze waardering, bij deze koersen, die zijn gewoon te koop via de Giro of via eToro. Wil je nou juist met Bitcoin, dat is niet te koop via de normale brokers, daar moet je van andere brokers gebruik maken. Ik maak gebruik bijvoorbeeld van Bitfavo en ook daarvoor zal ik een link plaatsen onder deze video. En mocht je gebruik maken van die link om je eerste cryptocurrencies te kopen, dan betaal je geloof ik in de eerste week over de eerste 1000 euro die je koopt geen transactiekosten. Dus dat is al een heel erg mooi en goedkoop begin om te beginnen met cryptocurrencies. Maar tot zover dus mijn verwachtingen voor 2021, mijn tips of misschien dingen waar je juist op moet gaan letten voor dit jaar. En het is natuurlijk lastig om nu al een heel jaar vooruit te kijken, dus gedurende het jaar zal ik ook regelmatig updates geven. Dus ben jij geïnteresseerd in het laatste nieuws, in de laatste video, zoals gezegd, elke week maak ik 3 video's, dus klik onder deze video om je te abonneren, zodat je nooit meer een video mist.
En heb je nog tips, feedback, suggesties, andere dingen? Laat dat ook weten in de reacties onder deze video. Dan kan ik er iets van leren. Misschien ook andere kijkers worden er ook mee geholpen. En dan zijn we daarmee aan het einde gekomen van deze video. Wil ik jou weer bedanken voor het kijken. Vond je het een leuke, interessante video? Geef dan zeker even een duimpje omhoog. Zodat ik weet welke onderwerpen jullie leuk vinden. Kan ik meer van dit soort video's maken. En dan hoop ik jou graag bij de volgende video weer te zien.